Welkom terug bij de Wens, hier in Avonturenpark Hellendoorn tijdens een hele speciale periode, want het is weer Heksendoorn. Mijn naam is René en ik ga vandaag de wens laten uitkomen van Nout. En ik denk, ja, hij komt er al aan. Kijk, daar is hij. Kom maar snel uit. Welkom in Heksendoorn. Hi Nout. Box, ik ben René. Hey, het is een beetje griezelig hier vandaag. En volgens mij heeft jouw wens ook iets met griezelen te maken. Wat is je wens? Mijn wens om Kareltje te laten schrikken. Oh, Kareltje laten schrikken? Die angsthaas van een Kareltje? Maar je ziet er nog niet echt griezelig uit. Nee. Zullen we je anders heel griezelig maken? Want kinderen tot en met 11 jaar mogen verkleed naar het park komen. Dus laten we jou lekker eng maken, dan gaat Kareltje nog harder schrikken. Goed idee? Ja. High five. Kom, let's go! Hey, en Nout, hoe oud ben jij eigenlijk? 7 jaar. En jij vindt Heksendoorn niet eng? Nee. Ja, dat klopt, want Heksendoorn is ook hartstikke leuk. Juist voor wat jongere kinderen nog, hè? Om jou eng te maken heb ik iemand gevonden die jou heel goed kan helpen. Daar is ze. Kom, ga er naartoe. Hallo Odelia, dit is Nout. Hallo Nout. En Nout heeft een speciale wens en heeft jouw hulp nodig. Kom eens. Wat is jouw wens? Mijn wens is om Kareltje te laten schrikken. Jij wil Kareltje laten schrikken? Oh, wat een leuke grap. Dat ben ik zo door. En hoe wil je hem dan laten schrikken? Om er een beetje eng uit te zien, want u bent eng maken. Oh, dat wil ik wel hoor. Misschien heeft Odelia er dan een hele gave spreuk voor. Dat heb ik. Ja, oh, hoor. Er wordt getoverd. Ik ga weg. Nee, kom erbij. Kom maar even hier staan. Dan ga ik de spreuk uitspreken. Griebel, krabbel, miezel, jij bent nu een enge griezel! Je ziet er nu echt uit als een griezel, hè? Ja. En nu moeten we nog gaan leren hoe we griezelen. Ja. Laten we dat bij het horrorhotel leren. Want daar zijn griezels en we gaan afkijken hoe zij het doen. Durf je dat? Ja. We zijn bij het horrorhotel en hier zie je straks wat een griezel doet om mensen bang te maken. Zullen we goed gaan opletten? Let op, nu zie je wat een griezel doet om mensen bang te maken. Kijk! Nout, daar is het. Nieuw dit jaar bij Heksendoorn, Scary Corn, een maisdolhof met allerlei verstopplekjes. Zullen we een plekje gaan zoeken? Oké, gaan we naar binnen. Spannend! Dit is een gaaf plekje. Oké, Nout, we zijn nu in het meisdolhof en hier gaan we oefenen om mensen te laten schrikken. Doe je masker op. Yes. Oké, kijk. Yes. Hey, dat zijn Senna en Kring. Die ken ik van andere afleveringen van de Wens. We gaan ze laten schrikken. Snel, verstop je. Dat vond ik ook. Volgens mij zijn we al klaar om Kareltje te laten schrikken. Ja. Jij blijft hier staan, verstop je, ga ik hem ophalen. Yes, tot zo. Ja. Kareltje, ik heb je even nodig. Stop nee, even. Wat is ja, wat je is moet dat? Eventjes naar het meisdolhof gaan. Ja, dag, meisdolhof. Nee, doei. Vind je dat maar wacht even, er is daar iemand die deelt gratis taartjes uit. Taartjes? Gratis taartjes. In het meisdolhof. Ja. Mooi. Ga er snel naartoe. Ja, doeg. Oh, gezellig. Taartjes, oh, lekker, oh, taartjes. Hier, maak je al voor. Taartjes. Ah! Nout, het is gelukt. Je hebt Kareltje laten schrikken. Was dat gaaf? Ja. Zag je hoe hard hij wegrende? Ja. Moet je kijken, hij is heel ver weg. Hij was echt bang. En Nout, hiermee is jouw wens uitgekomen. Vond je het gaaf? Ja. Super. Dan gaan we nu lekker nog even het park in, want er zijn nog heel veel andere avonturen. Ga je mee? Yes! Zo, dit was echt een hele spannende wens van Nout. Maar hij heeft het geflikt. Hij heeft Kareltje laten schrikken. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze wens. Vond je het een leuke video? Doe dan een duimpje omhoog en laat hieronder in de comments weten wat voor wens jij hebt. En vergeet niet te abonneren. Tot de volgende keer in Hellendoorn. Doei!